En van harte goede dag live vanuit de binnenstad van Paramaribo. Eigenlijk zouden we dus dan bij Saya moeten zijn, misschien in zijn kantoor of thuis bij hem. Maar we hebben met Saya gebeld, trouwens Saya heeft ons gebeld. En hij geeft aan dat hij op dit moment niet in de uitzending kan komen vanwege omstandigheden. Nou, we hebben heel wat vragen die wij willen stellen aan Saya ten aanzien van wat de Haitianen gezegd hebben over hun geld dat ze terug willen. Ze hebben Saya geld gegeven en nu willen ze hun geld terug en Saya wil dat niet teruggeven. Dat geven die Haitianen aan. Nou, wat wij hebben vernomen is dat dat geld al lang is betaald aan Saya. Saya geeft aan dat er kosten zijn gemaakt en de mensen willen hun geld terug. Dus het geld kunnen ze dus dan terugkrijgen, maar de kosten die gemaakt zijn om bepaalde zaken te regelen en al die zaken die geregeld zijn, die kosten willen ze dus dan zeker wel terugkrijgen. Dat geeft Saya aan. En hij geeft ook aan dat de mensen wel zullen komen, de vluchten moeten nog komen. Er is nu pas toestemming van de president om dus dan de vluchten te doen. Dus het is wachten op het moment wanneer de vluchten gedaan zullen worden. Dus hij geeft aan dat het niet zo is dat de mensen niet terug zullen komen. Die mensen zullen wel terugkomen. Maar wat deze heren willen, zegt hij, is dat die, dus die mensen gewoon willen dat nu die mensen moeten komen in de volgende vlucht. Maar hij geeft aan dat op dit moment dat niet gaat lukken, omdat nu pas toestemming is gegeven om die vluchten te draaien. Dat is wat wij vernomen hebben van hem. Hij geeft ook aan dat het helemaal niet waar is dat hij aangegeven zou hebben dat, weet je, dat die mensen, dat hij niet meer wil werken voor die heren en dat die mensen van deze mensen dus dan ook niet die personen die moeten komen niet meer zullen komen. Nee, hij zegt die mensen moeten wachten, want er komt een moment waar de mensen vanuit Haiti toch naar Suriname gehaald zullen worden. Dat is de informatie die wij hebben tot nu toe. Maar Saya zelf wil niet in beeld komen. Hij geeft aan vanwege omstandigheden kan hij op dit moment niet in beeld komen. Als we daarmee rekening kunnen houden. Maar hij heeft ons zelf gebeld om te zeggen van het is echt niet zo wat er wordt aangegeven. Hij is bezig met de zaak. De mensen zullen wel komen, maar de mensen moeten even wachten. Omdat hij nu pas toestemming heeft om de vluchten te draaien. We gaan het blijven volgen. We gaan op dit item zitten, want ook vanuit buitenlandse zaken moeten die mensen heel wat voor documenten betalen, zoals $50 en al die zaken. We gaan blijven op dit item. Geef ons de ruimte om te kijken wat en wat. Wat kost een ticket vanuit Haiti? En waarom kost het bij Saya 1750, 2000? I don't know. We zullen dus dan deze zaak op de voet volgen. Maar Saya wil niet in beeld komen. Hij geeft aan vanwege omstandigheden kan hij op dit moment niet in beeld komen. Dus wij hebben geprobeerd om wederhoor te krijgen. En dat is niet 100% gelukt. We hebben toch wat gehoord van hem. Maar dat hij zelf in beeld komt, zodat wij die keiharde vraag kunnen stellen in beeld voor de camera, is ons niet gelukt. Omdat hij aangeeft dat hij op dit moment vanwege omstandigheden niet in beeld kan komen. Nou, dan hebben we dat gedaan. Ik denk dan dat we voor vandaag dit item kunnen sluiten. We zijn er dus dan weer later om dus dan meer informatie te geven over deze situatie. Wij zijn hier en we brengen zo direct een hot item. Blijf te kijken.